my world's so bright. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Oké, guys, welkom bij een nieuwe video van Belgisch Gameplay. Vandaag zijn we weer op Black Ops 4. En ja, vandaag is er een nieuwe update. Capture the Flag is gekomen op deze game. En daar gaan we zo meteen spelen. Lijkt me heel chill. En trouwens, ik moet je ook nog iets zeggen over de crossbow. Eindelijk heb ik hem. Ik was er altijd heel hyped voor, maar dit wapen is echt slecht. Heel slecht zelfs. Voor mij persoonlijk toch. Maar ja, hij was heel goed. Maar ze hebben hem heel slecht gemaakt nu. Echt heel slecht. Ja, dan wil ik even zeggen over de crossbow. We gaan beginnen met Capture the Flag. Ik ga hem met de SS Stingray spelen. Omdat ik er heel veel zin in heb. En ja, hopelijk gaat het goed. Let's go. Capture the Flag, let's go. Op Militia. Oké, Ait. Hoe werkt dit ook alweer? Oké, ik moet daar de vlag gaan pakken. En dan ja, naar ons punt gaan brengen. Ik kan even. Oké, okay, goed begin, let's go. Oh, dat haat ik altijd zo. Als je verstaan was ook, hè, dan moet je zo een paar seconden wachten voor te respawnen. Dat is echt zo'n domme 3 seconden. Dan denk je zo in je eigen van waarom die 3 seconden? Laten ze dan toch gewoon spawnen. Zoveel effect heeft dat niet, maar oké. Okay. Ja. Hostile flag returned. Heel snel zien te pakken. Ik heb de vlag. En ik heb de andere vlag gekild, maar ja. Nathan zit het om. Oké. Oké, ik haal hem daar. Voor dat... Ja, oké, daar. Ik de vlag is al aan het. Bro, dit is echt een chaos hier, hè. Echt een chaos. Oh, ik moet de lader. Geef me de tijd op de lader! Ik moet niet te wacht, dan plaats ik nog zoiets om te zien waar hij is en dan pakt hij me nog. Het is wel niet goed als we direct al een ronde verliezen. Natuurlijk sta ik weer in de endkill. Oké, okay, lekker. Switching sides. Ja, nu moeten we toch wel even goed gaan spelen met die teampie. Secure the objective. Ruin kit. Nee. Target down. Enemy RCXD in your AO. Kijk weer hoeveel mensen, kijk weer hoeveel mensen. Bruh. Dan denk ik dat hij van daar komt. Nee, komt hij niet achter me. Zo'n bullshit, oh my god. Oh, eindelijk zeg. Dat duurde wel even voor hij die had. Ga weg! Wow. Altijd wel zo erg om een hond neer te knallen, maar wat moet in deze game, dat moet in deze game. Ja. Ik heb niks aan doen. Het is een hond of iets. Ze staan weer 10 punten voor, hè. Dat is zo kut. Sensor going live. Ik heb zoveel geluk. Oh, oh. We see you. Oké, okay, dus direct hier, gaat er iemand zijn. Dat is meer dan één iemand, maar oké. Okay. Ik ben hier achter deze hoekje. Ga van mij weg, ga van mij weg. Spectacular. Laat me nu even doen, laat me even doen. Laat me healen, thank you. En pak die kutvlag. Pak die vlag, attack. Oké, ik zie daar eentje staan. He's gone. Oké. Mooi, ik heb wel. RCXD, loop. Help mij.
Kom maar, breng de vlag. Breng de vlag binnen, snel. Kom maar, Jorn. Breng die... Ah nee, de enemy is met de vlag gaan lopen, waardoor we die moeten gaan killen. En hij zit helemaal daar. Oké. Okay. Die is net gekilled, hij kan de vlag binnenbrengen, heel snel. En ik ben heel dom dat ik naar hier ga staan. Ik had eigenlijk gewoon moeten wachten op de vlag daar. Heel dom van mij, maar ja. They're done. Oh, mijn kogels zijn op. Geef mij jouw wapen, geef mij jouw wapen. Oh nee, een sniper. Oh. Dat is niet echt goed op dit moment, een sniper. Oké, ga maar hier in dit hoekje. Vies veel campen, maar ja. Activating barricade. We've captured the enemy flag. En we hebben de vlag in. Let's go, 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 go. Oké, oké, okay, geef me alsjeblieft even geluk. Deze sniper moet mij geluk geven. IB, IB, IB. Oh, rook, smoke, smoke, smoke. Lekker, lekker. Ja, 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 sliding. Hupsakee. Graag gedaan, boys. Lekker teamwork dit rondje. Ja, ja. Nee, ik zal het wel zien. Als dat niet even lekker is. We zien je. En die guy daarachter had ik ook, omdat ik hier achter dit hoekje kwam. Right. Zo zie je me wel even scheef schieten, maar dat komt ook omdat ik even geen Black Ops meer gespeeld heb. En ik moet die sensitivity even weer gewoon worden. Maar in ieder geval, ik moet nog maar één kill hebben. En dan hebben we een Hellstorm, dus het is altijd wel handig. Weet je wat ik kan doen? Als we zo naar de vlag willen komen. Oké, okay, niemand bij de vlag. Maar dat is langs daar. Ik kreeg zo'n shock. Ik dacht, nee, ik krijg de kill niet. En ja, nee, ik heb nog altijd niet genoeg voor dat lightning strike. Ja. Hellstorm, weet ik veel wat dit is. Ik denk dat... Ja, nee, dit is Hellstorm. Vertrouw het hier echt niet. Ik ga sowieso gekilled worden nu. Oeh, ik zeg hem, ik zeg hem. Ja, daar ga ik niet eens naartoe. Hij zit nu te pieken op mij. En ja, dat is niet zo goed. Ik blijf wel bij mijn teammate. Oh, maar wacht, ik moet de vlag wel gaan halen. Dus zou ik heel riskant wel, maar probeer. Als ik die vlag. Daar gaan we hem Hellstorm of Light Strike, I don't know. Beacon requesting UAV data. This is also UAV money, no? The enemy has taken our flag. Enemy is weer in onze vlag. Whoopie, yay. Hou ervan als de enemy in onze vlag gaat lopen. Our flag carrier is down. Laat me, dank u. Dit is dubbel XP, man. We krijgen echt weinig XP voor kills. Hoezo is dit dubbel XP? Ze hebben zelfs gewonnen. Ik heb wel even niet opgelet, dus ik ga even te kijken naar mijn kills ervoor. Ik denk dat we gewonnen zijn. Ik kan het nu niet zien. Ah, zij zijn gewonnen ook. Ah ja, switching, switching sides. Oké, okay, oké, okay, let's go. Direct naar de vlag. Gewoon volle pushen naar de vlag. Dit is best nog wel een chille game mode. Dus ik ben blij dat ze dat bij de update even erin hebben gegooid. Oké, okay, ik zie die trap. En ik loop erin. Heel raar. Oh, daar nemen we afstand van. Ik zat al op voorhand te schieten, want ik dacht van ja, die loopt zelfs wel in naar buiten ofzo. Nee, gebeurt dus niet. Oké, okay, we gaan terug volop naar de vlag. Tuurlijk heb ik die niet. Oh. Oké, okay, dankjewel. Ik heb toch een assist gekregen. En die hond gaan mensen opeten. Ja. Jeet. Die vlag is van mij en ik ga die hele omweg nemen. Oh, die zit iemand achter mij. Die zit net achter mij. Erg is, ik plaatste nu zoiets waardoor ik hem kan zien. En ik ga dit nog binnen 20 seconden halen. Maar ja, die kunnen mij ook zien natuurlijk omdat ik de vlag heb. Dus ik moet nu echt super snel gaan lopen
om die vlag daar binnen te brengen. Oh, oh, oh. Oh, graag gedaan, boys. Graag gedaan. Another day, another dollar. En we hebben ook nog legit gewonnen, omdat wij de betere tijd hebben gehaald. Oh, dit is echt dope. Dit is een goed potje, dat mag wel gezegd worden. 17 op 10 is op zich ook nog wel netjes. We staan positief, dus dat is heel goed. Oké, ik ben wel tevreden. Ik dacht de eerste ronde, wij verloren al direct, dus dacht ik van nee, dat gaat hem niet worden. Maar uiteindelijk is het toch goed geworden. Dat is me altijd chill om een goudwapen te pakken of zo tijdens een video, zou echt heel chill zijn. Maar nee, deze is niet. Oh, dat is nog wel een best een mooie camo. Die heb ik nog op andere wapens ook en is best wel een chill camo. Oké, okay. Dit zijn de kistjes. Even snel lieven. Oké, jongens, dat was dit de video. En ik zal zeggen tot de volgende keer. En ja, later.